niet boven het maaiveld uitkomen. Nou ben ik bezig met een soort persoonlijke zoektocht om erachter te komen of ik gelukkiger word als ik leer om wat positiever naar het leven te kijken. En? Wat is de uitkomst? Nou, ik zit er middenin eigenlijk. in onderzoek? Ja. En mijn vrouw vindt, ja, ik ben veel te negatief. En ik heb een Amerikaanse vrouw. Dat heeft hem speelt misschien ook nog een beetje mee. Ja, maar dat speelt dan een beetje mee, denk ik. Ja? Als je generaliseert over Amerikanen, dat is toch in de sport. Ik heb zelf in Amerika 2 jaar, 2 seizoenen gespeeld. Daar is het echt vanuit een hele positieve houding is het benaderen van de sport. Ja. En wij hier zijn we toch meer wat zuurder. Wat azijnpisseriger dan de Amerikanen. Ja, dat is een andere mentaliteit. Maar het heeft wel effect. Die Amerikanen kunnen sporten als de beste. Als je goed kijkt naar wat zij in hun specifieke sporten gepresteerd hebben. Ja, dat kunnen ze dan zeker. Ja. Mm-hmm. Maar dat kunnen we niet meer veranderen hier, denkt u. Wij hebben nu een keer onze cultuur, onze volksaard. Veel Amerikaanse vrouwen trouwen. Maar bent u een optimist? Je zegt zelf van, ja, ik ben zelf nog in mijn zoektocht. Ja, klopt, ja. Maar je wordt heel gestimuleerd door je partner in deze. Ja, inderdaad. Dus komt wel goed. Ja.